bovenop aan je lichaam. Zo. Ja. Heel goed. Je mag gaan duwen. Ja. En hoe was deze training? Heel leuk. Ja, zoals altijd. Dus Marielle die vermaakt zich prima en mama die doet haar best om spierpijn te krijgen. Als je zelf moet, wordt zelf niet. Jullie zijn goed aan het werken. We zijn hier in Fitmoms Utrecht. Het is een pre-postnatale studio. Hier worden zwangerschapscursussen gegeven en ook beweeglessen voor moeders met baby's. En zwangerschapsmassages en ontspanningsmassages. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Want moeders die hier binnenkomen, ook na de bevalling, die kunnen gewoon sporten op een veilige manier onder begeleiding. En weer met hun baby samen zijn en samen trainen. Jullie mogen je kindje over je knieën heen tillen en op de borst leggen. En dan gaan ze zelf laten vliegen. Kom maar. Is het niet voor de kleine intensief? In het begin wel, toen ze wat kleiner was. Wij doen het nu al sinds september, dus ja, je wil hem opeten. Hij had het kunnen weten. We doen het nu al sinds september en in het begin, ja, weet je, dan is het ja, na zo'n les van 3 kwartier is het knock-out in de maxicosi. maar nu is ze 7,5 maand en ja, nog genoeg energie na zo'n les over. Ja. Maar ze vindt het leuk. Als je een bolderig maakt, dit is heel goed om jouw bekken los te draaien. Als je partner daarbij een hand op je onderrug legt. Heeft u de baat bij? Ja, absoluut. Ik merk echt heel veel verlichting, vooral in mijn bekken. En dat mijn ademhaling gewoon gecontroleerder is. Ja. Hoeveel sessies heeft u al gehad? Dit was de eerste keer. De eerste? Ja. Thuis ook oefenen? Ja, dat absoluut. Ja. En samen met partner. En dit is uw eerste kindje? Ja. Ja. Wel spannend, hè? Ja. Ja, het moet er toch uit. Ja. Dus dan zijn de handvaten van Georgina wel echt heel fijn. Je kunt het controleren door je handen op de buik te leggen. Vingers de hoogte van je navel. Deze ademhaling gebruik je voornamelijk om te ontspannen tijdens de benen. Ik heb ook 2 zwangerschapsmassages gehad en dat is ook echt heel fijn. Ze werkt echt het hele lichaam af, dus je merkt bij een gewone massage wordt de spanning ergens anders naartoe gewreven. En het is heel fijn dat nu op alle plekken de stress eruit gaat en het dan daarna volledig... Ik ben daarna echt helemaal volledig zen en de hele dag een beetje rozig, wat ook wel fijn is. Ik heb echt geen haast dat ik weg hoef, het is echt... Rustig, ik mag bijkomen, rustig aankleden, een kopje thee. En dat is echt heel fijn. Want je wilt niet nadat je super ontspannen bent en eigenlijk een beetje van de wereld, wil je niet meteen naar buiten hoeven en meteen weg. Ja, goed zo. Wat vond u van de les? Ik vond het een hele leuke les. Het is altijd heel leuk. Het is heel leuk om juist samen met je kindje iets te kunnen doen. En zelf te sporten, maar ook je kind steeds meer te leren kruipen en staan. En, Veel kindjes op de mat met moeders, ook daarmee een band? Ja, het is wel heel leuk om iedereen elke week te zien en de kindjes te zien groeien en de kindjes te zien ontwikkelen. Dat maakt het wel extra leuk. En die oefeningen zijn bijvoorbeeld ook heel erg goed voor de kindjes zelf, dus niet alleen voor de mama's. Waardoor de kindjes ook sneller gaan ontwikkelen. Dus de motoriek, het opduwen om te kruipen, het omrollen. Een heleboel kindjes rollen hier voor het eerst om in de les. Maar ook het kracht ontwikkelen op de beentjes en de opbouw van conditie van de moeder. En alle oefeningen doen ze samen met de baby's. En dan gaan we op de knie zitten. En ik ga nu weer wisselen. Pak hem onder de billen. Even wisselen.